Ik ben journalist in het dorp, dus alle roddels die komen het eerst bij mij. Wat is dan de laatste roddel? Dat Omroep Gelderland in Nijkerveen te gast is. Heel goed. Links. Hysterisch paard. Wat is dat? Is dat een kerkklok? De klerk, ja. Mooi. Ebenezer kerk. Het is ook niet echt groot, hè? Nee. Wat is dit? Veense hart. Even luisteren? Ja. Dit is de kern van het dorp. Het multifunctionele gebouw Het Veense Hart. Inwoners van het dorp zijn hier enorm trots op. Dit is niet alleen het dorpshuis. Er zit ook een bibliotheek, een basisschool en een kindercentrum in het gebouw. En ook voor verschillende verenigingen staan de deuren open. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Kijk, de Veense Boys. Veense Boys. Klinkt goed. Even luisteren. Ja. Dit is het sportcomplex van de Veense Boys. Dit is de club waar profvoetballer Donny van der Beek begon met voetballen. En van hieruit vertrok hij naar Ajax. Maar als het even kan, komt Donny hier nog graag kijken hoor. En de Veenders zijn maar wat trots op hun Donny. Donny van der Beek, van der Beek, Donny van der Beek. Donny van der Beek, van der Beek. Ik ben best wel trots hier, hè? Ja, trots die Nijkerkervees. Alles en nog wat. Ik heb koud. Heb je het koud? Dan blijf lekker zitten van hier. Ja, blijf zitten vandaag. Welkom vanuit de mooiste plaats van Gelderland. Welkom vanuit Nijkerkerveen. Woe! En dat ken jij van? Van ons, want we zijn hier eerder geweest, zomer in Gelderland. 2014. Ook wel een beetje ondernemers, niet lullen maar poetsen. Ja. Veluwe. Nijkerk, gemeente Nijkerk. Ja, ja. Ja. Daar ken ik het van. En dan, wat ging jij vandaag doen? Ik ga vandaag Willem in het zonnetje zetten. Willem? Willem Papier. Ik ga met Willem Papier. Nou, die verzamelt dus al heel zijn leven het papier in Nijkerkerveen. Die gaat nu met papierpensioen. En die gaan wij in het zonnetje zetten. En dan ga ik een papiercontainer schilderen. Nou, wat leuk. Leuk, hè? Ik ga even lekker schilderen. Ja, ja. Lekker creatief zijn. En jij? Ja, zeg ik niet. Nee, nou, ik ga naar iemand die helemaal gek is van die Volkswagenbusjes, weet je wel? Oh, die oude? Ja. Oh, tof. Ja. Oh, dat wil ik eigenlijk doen. Ja, nee, dat kan niet. Jij moet schilderen. Jammer. En ik ga karbiet schieten. Dat is hier een enorme traditie. Oh. Om te schieten, knallen. Oh. Ik denk allemaal mannen, maar goed, dat ga ik zien. Heel mannelijk. En je kijkt heel... Niks voor mij. Nee? Nee. Waarom? Veel te hard knallen. Super. Laat mij maar lekker freubelen. Lijkt mij heel leuk. Ik ga freubelen met de meisjes. Ja, goed. Ja. Dan ga ik lekker schieten. Nou, fijne dag, hè? Wil je de fiets niet mee? Nee, is voor jou. Ach. Zo blij met de fiets. Doei. Wacht. Ik wil hem toch, want ik heb het nodig voor verfblikken. Ik wil hem mag toch. Dat? Ja, voor mij. Ja, hè? Vind je niet erg, hè? Ja. Ja. Alsjeblieft. Jij gaat lopen. Ja, ik ga lopen. Doei. Doeg. Ik kan wel een stukje meerijden dan, toch? Nee. Nee. Mijn naam is Waldo. Je kwam net met een busje aanrijden. Ja. Rijden altijd in? Heel veel.
een vonniswagenbusje is gewoon een fantastisch vervoermiddel. Zeker de campertjes in dit, op dit moment. Hè. Met de coronacrisis is het natuurlijk fijn om met zo'n campertje toch op pad te kunnen. Als je Nijkerkerveen binnenrijdt, dan kun je het niet missen. De Volkswagenbusjes van Waldo. Ja, dat is een enorme liefhebber. Dus ik wil wel eens even weten, wat is dat dan precies, dat Volkswagenbusje gevoel? Het ruikt heel lekker. Volk. Hallo. Hi. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Hi. Ja, dan ben je met een goeie? Ja, dan ben ik met een goeie. Dan ben je met een goeie. Hoeveel Volkswagenbusjes heb ik nou net gezien buiten? Ik weet niet. Heb je ze geteld? Nee, veel. Dat is zalig genoeg, hoor. Ja. Maar dat is jouw grote liefde. Ja, dat is wel de grote liefde hier. En wanneer is dat begonnen? Wat is? In 93 zo'n beetje. Oh. In 93 is dat begonnen. Toen begon de liefde voor die oude Volkswagen. En hoe dan? Ik ben begonnen met een kever rijden. Daar heb ik me 1,5 maand in gereden. Toen ben ik een bus gaan rijden. Mm. Ja, toen ben we van de ene busje in het volgende busje, nog een busje. En sleutelen om je hobby bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk is het een heel bedrijf geworden momenteel. Je bent het helemaal gaan doorgronden, zeg maar. Ja. Maar leg eens uit, wat is dat voor gevoel om in zo'n busje te rijden? Is dat het geluid? Is dat het pookje? Is dat het stuur? Wat is het? Ik denk het gevoel, het lekkere oude gevoel. Lekker een oude auto, lekker rijden. Ja, en het gevoel is, ja, het gevoel is gewoon een beetje vrijheid ook wel, denk ik. Voor heel veel mensen. Wil ik even voelen. Wil jij dat dan even voelen? Ja, mag dat. Nou, dan ga ik eerst mijn handen wassen. Doe dat. Ja, doe dat. Maar ze zijn heel verschillend allemaal, hè? Ja, je hebt een T3, T2, T1. Met welke gaan we? Welke? Zullen we vandaag met de blauwe gaan? Ik vind het helemaal goed. Ga je met een rode gaan? Nee, die is niet zo mooi, hè? Nee, blauw. Hij is wel mooi, maar heel anders, hè? Nee, ik vind die, dit is een oude. Ja, dat is ouder, hè? Dat is leuker, hè? Deze. Hey, zou ik je net als een echte chauffeur erin laten? Nou, de deur voor je dicht. We hebben de picknick bij ons, hè? Zit de deur voor je dicht? Ja, top. Dan kunnen we zo de bocht omrijden. Stap ik uit. Nou, daar zijn we dan. Mooi idyllisch plekje om te picknicken. Ik heb een kleedje. Nou, ik heb een lekker shootje. Wist je dat? Ja, lekker hoor. En ik heb wat lekkers. Hoort dat eigenlijk bij Volkswagen, busjes, gezond? Nou, ja, we willen picknicken. Nou, ja, ik denk het wel. Het is heel, heel divers is dat. Kijk eens, dankjewel. Het is wel heel erg buiten. Ja, het buitengevoel hoort echt bij de Volkswagenbusjes. Je pakt je, wat heel veel doen is eigenlijk gewoon een busje pakken en je rijdt hier langs het Veluwemeer. Je zet hem neer en je zit aan het water en schuift je, doet open. Je doet je ding, schuift er open, je matje neerleggen, ja. Barbecue mee op de vrijdagmiddag en het is genieten. Ja, maar doe jij dat doen ook? Af en toe. Af en toe. Heb je helemaal geen tijd voor? Ik gun me te weinig tijd ervoor. Ik moet er eigenlijk meer tijd voor nemen. Ja. Ja, ja. Dat is echt zo. Ja, weet je wat ik zo karakteristiek vind aan die auto's? Het geluid ook. Ja, ik vind dat geluid hetzelfde. Echt heerlijk. Ja. Er zijn ook wel mensen die willen er een andere motor in leggen. Maar ik zeg, dat vind ik niet mooi. Dat hoort niet. Je hoort dat mooie boxermotorgeluidje erin te hebben. Dat is het leuke. Ja. Van maar ben jij echt zo purist? Moet het echt zo zijn zoals het was? Nee. Ik zeg altijd, een auto die echt heel mooi is, die echt heel origineel is, die moet je eigenlijk origineel laten. Ja. Ik zeg, maar er zijn auto's genoeg. Dus ik zeg, ja, die zijn toch al niet meer helemaal origineel. Of mensen willen er iets leuks van maken. Ik zeg, maar je moet er zelf mee rijden, je moet er zelf van genieten. Ja. Dus maak hem zoals je hem zelf wil ook. Ja. Je moet het niet voor een ander altijd doen. En wat zijn, omschrijft die mensen, is jouw klanten, wat zijn dat voor types? Welke mensen willen hierin rijden? Ja, ik denk iedereen.
Ik heb echt mensen, ik zeg wel eens met een gekke bek, ja, die kunnen het net betalen. Die hebben heel hard moeten sparen om zo'n busje te komen. Mm-hmm. En we hebben er ook mensen bij zitten die zeggen gewoon, doe mij maar zo'n auto en maak hem maar zo. En ik heb mensen die komen letterlijk echt met een hele dure auto aanrijden. En dan zeggen ze nog gewoon, maar het is leuk om in het busje te rijden het weekend. Ja, oké, okay. Daar stappen ze met gezin dan, in. Wat is het verschil dan? Ik denk dan toch dat de relaxedheid erin. Ja. Nee, toch dat gehaaste kwijt ben. Nee. Wat is dit voor dorp? Het is een heel rustig dorp. Het is gegroeid al de hele laatste jaren. Maar het is zeker de kern, ons kent ons wel heel veel. Ja, het is gewoon een heel gezellig dorp ook. Er wordt veel gedaan, om te zeggen, met Koningsdag. Weet je, vanavond de Sinterklaasoptocht. We hebben nog trekken altijd. Oh, leuk. Eén keer in het jaar hebben we een heel groot trekveld. Ligt er speciaal gemaakt. En dan doe jij mee met je bus? Ik doe niet mee met mijn busjes. Hoor. Daar ben ik niet sterk genoeg voor. Fijn wonen. Fijne plek. Ik vind van wel, ja, absoluut. Ja. Rustig en fijn wonen. En mooi groen, hè? En veel groen eromheen. Het was echt, je kunt alle kanten op. Hier hebben we natuurlijk een hoop weilanden in Nijkerkerveen om ons heen. Maar ja, als je iets meer naar Voorthuizen gaat, dan krijg je eigenlijk de bossen natuurlijk al van de Veluwe. Ga je iets meer de andere kant op, krijg je de Utrechtse Heuvelrug, om zo te zeggen. Dus ja, wat dat betreft zitten we er precies tussenin. Ja. En het Veluwemeer ligt natuurlijk ook naast ons. Dan kunnen we zwemmen en varen met de boot, zullen we zeggen. Yo, dit is gewoon een soort VVV-promo, zijn ja, goed, een VW-promo. Goed, ja. Een VW-promo, ja. Dat is het zeker. Wil je wat lekker? Zullen we dat er ook eens bij nemen? Ja, die doos zit maar al een stuk droog brood. Ja, maar die doos die zit maar eigenlijk meer aan te kijken. Dat is gewoon echt een moet je kijken naar de grootte. Moeten we hem niet delen? Nee, joh. Nou, maar op het genot van het lekker genieten. Ja, dat snoepen ben je gewoon. Ja, wie zou ik dan zo gauw opnoemen moeten? Er zijn zoveel die verrast moeten worden. Ik heb al iemand op mijn lijstje staan. Dat is Willem, die haalde altijd of die hield altijd het oud papier bij. Wim van Rijn is ook echt een begrip hier in Nijkerkerveen. En die heeft jarenlang de papiercontainer voor Concordia verzorgd. Die man die stond daar eigenlijk dag en nacht voor klaar. Maar dat vind ik ook gewoon een geweldig persoon. En ja, dat is zo'n schatje. Die zou ik nou best in het zonnetje willen zetten. Ik heb even gezocht op internet, even wat ideeën. Wim is gewoon dat kereltje op die fiets met die spiegel. Hebben we nog andere taken, jongens? Moeten we nog taken verdelen? Water moet er even aan gehaald worden, warm water. En verf, schilderspullen, moeten er gehaald worden. Zullen wij dan zo even verf halen? Dat is goed. Gelijk maar, want dan kunnen we aan de slag. You move in ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay, I'm a fast learner, so. Let's go! Kwasten. Handschoentjes, verf, kleurtjes. Kleuren. Hey, ik vind dit helemaal top. Maar nog even voor mij, waarom gaan wij een container beschilderen? Nou, Wimpie van Rijn, die heeft echt, nou zeker 24, maar wij denken zelfs 25 of nog langer jaar gezorgd voor de papiercontainer in Nijkerkerveen. Ja. Bij Concordia, de muziekvereniging. En hij zorgde altijd dat alles ordentelijk was en aangetrapt, zodat er nog meer in kon. En nou, gewoon supergoed. Maar nu is hij officieel met pensioen gegaan op zijn 84ste, geloof ik. Dus nu, dat is gewoon eigenlijk wel iets waard om hem te bedanken en voor zijn tomeloze inzet. Dus voor Concordia, die muziekvereniging, ook nog wel aardig wat geld in het lijstje gebracht daarmee. Ja, dat klopt. Ja. En hoe gaat hij reageren, denk jij, straks? Het is niet een hele grote prater, maar ik denk echt wel dat hij gaat glimlachen en ja, dat hij het leuk vindt. Dat hoop ik ook zo voor hem. Mooi hoor. Ja. Nou, ik zeg laten we gaan. Ja. Kijken of de dames al de boel vetvrij hebben gemaakt voor ons. Ging jij er weer in? Niet op een tube gaan zitten, hè? Dan word ik echt angstig, hè? Ja. Dat er gaat. Nou, jij doet dit al veel beter dan Angelique, hoor. Die gaat altijd heel moeilijk in en uit. Oh, je hebt echt een soort jonge hinde. In ieder geval.
Ja, we kunnen aan de slag. Ja, we kunnen gewoon verder. Dames, verf. Ta-ta-ta-ta-ta. Zo, schilder is klaar. Verf maar. Ja, het gebied die Nijkerke heen, dat is natuurlijk wel het team die een leuk spectaculair feestje neerzet. Dat is gegroeid van een klein evenement waar een paar man op afkomen, tot een evenement waar bijna 10.000 man op afkomen op Oudejaarsdag. Ik vind het altijd een strijd om daar weg te komen. Het is enorm gezellig. Zo supergoed geregeld. Het is natuurlijk het iets wat in Nijkerkeveen wel het bekendst is. En ik denk ook wel van Gelderland momenteel aan het worden. Die jongens zijn internationaal bekend. Die staan op de Zwarte Cross staan ze met een systeem. En het is echt een spektakel wat daar plaatsvindt. Dus dat is echt iets heel geweldigs. Echt trots op. Je voelt gewoon die lucht zo gaan. Serieus? Ja, ja. Dat kun je Nijkerk horen. We hebben een vergunning, even voor de duidelijkheid. Zo, waar zijn we met jullie begonnen dit? Ja, maar ja, met zo'n klein busje, hè? Ja. Eerst 1, toen 2, toen 3. Ja. En toen hadden hun er op de goede keer 10. En toen kwamen die grote. Hoe is het begonnen ooit? Nou, ik was een jaar of 16, 17, toen ben ik met 1 melkbusje daar in dat weiland begonnen. En dat waren de late 2. En later is mijn broer erbij gekomen met zijn zoon. En toen is het uitgegroeid naar wat het nu is. Fantastisch, je bent gewoon een grondlegger. Ja, dat is wel, ja. Maar je doet het alleen met de oude nieuw, of niet? Ja, en met de Zwarte Cross. Ja. Nou, heb je dit apparaat daar neergezet, waarom zet je die niet hier neer? Nou, die staat niet hier, omdat de anders eruit in de schuur eruit gaan. De panel eruit. Ja, dat is al een keer gebeurd, ja. Twee keer gebeurd. Zoveel druk geeft het. Twee keer over met alle ramen uit de schuur en nog aan de achterkant aan de panelramen verschoven. Ja, dat is echt waar. Dan moeten we de panelramen weer goed leggen. Dus mijn reactie was niet helemaal overtrokken. Nee. Je voelt echt die druk, hè? Ja. Ja, het is toch een opmerkelijke hobby, mannen, hebben jullie. Nee, dat durf ik echt niet, man. Ja, van de klap. Ik ga even naar de jongere generatie die toegang verboden voor onbevoegden. Ja, dat is niet voor niks, hè. Dit zijn de mannen van de Zwarte Cross dus. Ja, onder andere, hè? Onder andere, ja. Het is niet jammer dat je het niet vaker mag doen. Nee, het is heel veel werk. Ja, het is, ja. Het is echt heel veel werk. En, Maar vertel eens dan, wat moet je allemaal doen voordat je kan schieten? Nou, we hebben een week werk hebben met opbouwen. Dus bij ons gewoon een heel evenement is het, weet je niet. En, Ja, zeker wel een week werk om alle rijplaten in het land te leggen, tenten bouwen. Dan spullen voor elkaar maken op Oudjesdag, dat alle melkbussen in het land staan en zo. Dus ja. Ja, dat is wel een happening. Ja, dat is wel een hele happening. Ik wil eigenlijk nog wel een keertje knal horen, maar ik had gezegd ik wil het ook wel een keer, maar dat weet ik eigenlijk niet zo dichtbij. Jawel, moet je gewoon doen. Ja! Nou, als je dit is ouderwets karabieschiet of we nu gaan doen, mag je gaan oefenen. Nou, dan gaan we hier in het kleine busje doen. Gooi ze er maar nog even in. Doen we er een klein beetje water bij, nu de bal erop. En dan pak je zo meteen de fakkel, hier en daar gaat hij vandaag. Wat zeg je? Jeetje, wat een lange stok, man. Misschien moet je iets sneller af. Ik wil wel dat huisje raken. Dat is een stuk beter, hè? Ah, leuk, man. En wat is jullie relatie onderling? Kameraden. Wat maakt dit nou zo leuk, jongens? Ja, gewoon gezelligheid met elkaar. Ja. Wat te doen hebben. Ja, onder elkaar. En wij hebben speciale vergunning aan mogen vragen. Moeten vragen, niet mogen, moeten. Ja, klopt. Jullie mogen dus niet hier een beetje proef gaan schieten.
Nee, doen we wel stiekem hoor, af en toe. Je hoort het ook niet, hè? Dat nee, bijna niet. Nee. Ja, niet verder vertellen, hè? Ik krijg meestal een appje van mevrouw, ben je weer bezig, weet je wel? Ja. Zit je nou weer? Ja. En die mensen die daar wonen, hè? Want nu schiet je een beetje... Dat is ook familie, dus we vallen mee. Daar krijgen we geen ruzie mee. Wacht, we zijn allemaal familie hier voor jou, of wat? Maar we zijn zoals Karabietteam, we hebben met de jongens ook allerlei ideeën, want we hebben niet alleen nog maar melkbusjes, we hebben ook de mitrailleur, dus zo'n carousel met 11 melkbussen, dat draait dan op een meter of 4 hoogte in de rondte, en dan dat die bam 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 bam, weet je wel. En met Veense Pooltje, dat is een grote melkbus met 16 kleintjes eromheen. Maar en jullie maken dat allemaal zelf? Ja. Allemaal handige Harry's? Alles op donderdagavond, elke donderdagavond en ook zomers komen we bij elkaar. Eerst even klussen en dan een pilsje. En dan zeggen jullie meisjes, nee, het is een domme dag. Nee, ze zijn blij mee. Ja? En waarom dan? Ja, dan ben je even weg. Ja. Oké, de grande finale. Met twee kanonnen, het Carbiet-team uit Nijkerkerveen. We mogen nog 1 keer knallen van de gemeente. Daar gaat hij. Het is zo raar wat er met je gebeurt. You move in ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay. I'm a fast learner, so. Let's go! Papier? Ja, dit is papier. Hoe vindt u de container? Ja, die wordt steeds mooier, hè? Ja, hè? Dit is voor Wimpy. Wimpy. Ja, kent u Wimpy? Loop maar mee. Ja, Wimpy, over en over. Die zorgen weer altijd voor het oud papier, hè? Ja. Ja. Dus het is goed dat wij hem in het zonnetje zetten? Helemaal. Kom maar, hartstikke idee. Nou, hij heeft altijd heel goed voor de container gezorgd. Ja. Toen het nog bij Concordia stond. Elke keer zei hij dus van, het is machtig mooi dat er papier komt. Hij zorgt ervoor. Maar de troep die ze erin gooien, aan schuim, aan piepschuim en al die ellende. Daar werd Wimpy niet blij van. Maar is dat allemaal voor Wimpy? Is zo? Ja. Oh, wordt mooi, hè? Ja, allemaal muzikanten ook en leuk gezellig nootjes doen we. En dan gaan we het straks aan Wimpy onthullen. Oh, ja. Wat gaat hij zeggen, denkt u? Ik weet niet of hij woorden heeft om te zeggen wat hij dan denkt. Ja. Zo. En dat is dus dit. Mensen, succes verder. Fijne dag. Hoi. Oké. Verder met schilderen, jongens. You move in ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay. I'm a fast learner, so. Let's go! Heb jij nog roze nodig hier? In Wim? In Wim? Niet zoveel eigenlijk. Zal ik hier gewoon iets losstellen? Ja, klieder. Zit dat niet in jou? Nee, niet in mijn Wim. En waarom verdient hij dit? Omdat hij dit al jaren vrijwillig doet. Ja. En als je, weet je, hij klom in de container met een trap, een grote trap, stond hij erbij. Dat hij zei, Wim, dat moet je niet meer doen. Ja, dan kwam je en dan, wie hing er weer in de container? Wim. Terwijl die al toch behoorlijk op leeftijd is. Ja, dat iemand dat ook gewoon bijna tot hij niet meer kan, blijft doen. Ja, ja. Dat is bijna zijn missie, zal ik maar zeggen. Om het papier ook netjes in de doos, want er was ook geen lege doosje te vinden. Want hij stapelde alles zoveel mogelijk op. En Kato, jij zit gewoon in je zomervakantie hier voor Wimpy te schilderen. Ja. Ken je hem? Niet echt per se, maar wel van de container. Dat met Wimpy. Hart en ziel heeft hij dit jaren gedaan. Ja. Nou, ik bedoel, dan is het toch gewoon superleuk dat je daar gewoon de waardering kan krijgen. I don't ever wanna know. I can tell what you done, yeah. When I look at you in your eyes. Hey, hoi. Sta je te bewonderen? Ja, dit prachtige kunstwerk. Allemaal ik goed. Heb zelf ook nog een bijdrage aangeleverd. Ja. Oh ja? Ja. Is allemaal gelukt? Ja, je ziet het, hè? Ja, ik zie het, ja. Het is prachtig. Ja, het is heel mooi. Ik ben benieuwd naar jouw bijdrage zometeen. Ja. Maar ik ga even Wim ophalen. Ja, Wimpy. Ga ik even op de fiets, want dan kan Wim ook op de fiets, want hij fietst. Oh ja. Ja. Op de fiets. Ik verzorg dat hier de mensen straks zijn en dan gaan we Wim helemaal in zonnetje zetten.
Hier is het, nummer 31, gewoon zie. Ik doe gewoon net of ik goud papier heb natuurlijk. Hallo. Bent u Willem? Willem? Bent u dat? Ja. Ja. Ik ben Angelique. Ja? Van de Omroep Gelderland. Oh, wat is ja, we zijn vandaag aan het filmen in Nijkerkerveen. Ja? En nou hoorde ik dat u verantwoordelijk bent voor al het papier. Ja, nu niet meer. Bent u gestopt? Ja, ik heb 24 jaar afgedaan. Ja. Hierop. Ja. En toen ben ik ermee gestopt. En waarom bent u gestopt dan? Ik denk, het is mijn genoeg. Ik ben 84. Oh, ja, dat is de beste leeftijd. Oh. Ja. Dus ja. U dacht, ik ga met pensioen. Nee. Het wordt dat is wel een beetje jammer, want ik dacht, ik ga u even een doosje brengen. Maar zo werkt het dus niet. Nee, dat niet. Nee, zo gaat het niet hier, nee. Hè. Ik heb een vraagje, Wim. Ja. Want ik zou het wel leuk vinden, even gezellig, om even een rondje zo te rijden. Want ik heb begrepen dat je een hele mooie fiets hebt met een spiegel. Kunnen we even een klein stukje samen fietsen? Dan breng ik dit meteen ook even weg. Ja, dat is volk, Mieke, weet je wel. Ja, neem ze mee dan. Neem ze met. Nee, dan zijn we auto kick door. Oh, zeg, die gaan met de auto? Ja. Oké. Okay. Zal ik even zeggen, ik neem opa even mee, ja? Oké, ik ga even mensen verzamelen. Oké, lieve Wimpy-fans. Wimpy komt zo dus, Angelique is onderweg. Maar ik wil jullie even vast vragen om aan de overkant te gaan staan. Wim komt straks vanaf die kant. Okay. Dus dan moeten jullie nog niet zien. Okay. En als jullie nou daar tegen de heg een beetje op rijden, jullie niet staan, alleen dan tegen de heg. Ja. Kom, wij zijn klaar voor Wimpy. Zo, kijk dan. Hi meiden. Dat is jullie opa. Ja. Geen lieve opa, of niet? Ja, zeker. Ja. Maar altijd met papier bezig. Ja, als ja. Hij thuis was en je kwam langs, zat hij in het oud papier. En waarom? Ja, dat vindt hij leuk, ja. Bezigheidstherapie. Was gewoon een soort bezigheidstherapie? Jazeker. Ik, vond het, ik vond het hartstikke leuk. En waarom was dat nou zo leuk? Ja. Je die zagen alle bekenden. Ja. Bij de container, weet je. Beetje kletsen. Wij gaan samen even een klein rondje. Ja. Op een klompen. Even kijken of het een beetje schoon is in Nijkerkerveen, ja? Oh, ja? Even kijken of we nog iets zien liggen. Ja, daar gaat het. Ja, helemaal goed. Daar zijn ze. Jongens, daar zijn ze. Daar zijn ze. Put down what you are carrying. Put down, put down. Ja! Woe! Applaus voor Wim. Loop maar even mee naar voren. Naar voren, naar de container. Kijk eens even wat er op de container gebeurd is. Wimpy, bedankt. Wimpy, 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 bedankt. Wimpy, bedankt. En kijk eens, je staat er zelf ook nog op. Oh. Op de fiets met de spiegel. Ze hebben oortjes. Ze hadden een dag op, ze zouden moest krijgen. En vind je het mooi? Jazeker. Ja? Het hebben deze mensen, het hele dorp wil je eigenlijk bedanken. Zie. Voor al die jaren trouwe dienst. Allemaal voor jou. Zie, dat vind ik leuk. Ja? Ja, ja? Hartstikke leuk. Goed zo. Ja. En Alberto is daar druk mee geweest met een aantal mensen. Dus ik geef het woord aan Alberto. Oh ja. Wim. We zijn vandaag heel erg druk geweest. Nou, ik niet, eigenlijk niet heel erg druk. Maar deze mensen hier wel allemaal. Om jou eigenlijk te bedanken. Ja. Voor al jouw mooie werk. En al jouw fanatieke papierinzamelwerkzaamheden. En ik heb hier Siska, wil ik eigenlijk even het woord geven. Kun jij eens vertellen waarom jullie dit hebben gedaan? Nou, de praatpaal was hier in Nijkerkerveen, Wim, een tijdje geleden van TV Gelderland. Ja. En dan vroegen ze wie er nou ook heel speciaal was voor Nijkerkerveen en waar we iets leuks voor zouden toewensen. Oh. En toen kwam jij gelijk boven drijven. Ik dacht, want je hebt zo'n trouwe inzet en daar willen we je gewoon van het hele dorp willen we je ervoor bedanken, want je hebt het super goed gedaan altijd. Dat is mooi. Ja.
bedankt. Dankjewel. Ik vond het altijd leuk. Ja, ik had een zoals dienst, als ik kwam, de container, ging ik er meteen heen. Ja. Ja. Dat was uit je tweede huis. Ja. Eigenlijk. Ja. Wij gaan dag zeggen. Morgen zijn wij in Hulshorst. Hulshorst. Ja. Ja. Ik vond het erg gezellig in Nijkerkerveen. Lekker kabiet geschoten, vond ik ook super tof. Lekker in een Volkswagenbusje gereden. En Wim ontmoet. Maar jullie zouden aan karabitsje zijn. Ja, dat was ik, ja, sorry. Dat... Oh, beetje hard, hè? Ja, dat kan toch niet. Mee klappen? Ja, nee, het waren er 5, maar je bent al oud, hè? Sorry, Wim. Ja. En bedankt voor het kijken. En allemaal nog één keer. Wimpie, bedankt. Wimpie, bedankt. Wimpie, 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 bedankt.